zien we de gebieden die uh, inmiddels zijn bezet door de Russen. Ja, doe de volgende maar. Het, het meest belangrijke gebied waar alles om gaat is het gebied tussen Dnipro en Zaporizhia. Militairen noemen dat met een mooie kreet het essentieel gebied. Waarom is het zo belangrijk? De Dnieper stroomt hier en die is hier te overschrijden. Die is relatief smal. Dus alle logistieke lijnen van de Oekraïners lopen van west naar oost over de Dnieper. Maar de Russen weten ook, als we deze overgangen snel in de handen kunnen krijgen... sluiten we eigenlijk alles van het Oekraïnse leger wat hier optreedt... kunnen we afsluiten, kan niet meer terug. En als je dat kunt vernietigen, is dat natuurlijk cruciaal... voor de vredesonderhandelingen die een keer moeten gaan komen. sta je veel sterker. Volgende graag. Hoe gaan ze dat doen? Nou, we zien heel veel activiteit in de omgeving van Luhansk. Dat is de oude frontlijn, waar heel veel loopgaven liggen... waar de Oekraïners heel sterk zijn. Uh, daar zouden ze kunnen aanvallen, maar dat maakt eigenlijk... Uh, weinig zin, want als je recht op dat doel afgaat, kunnen de Oekraïners zeg maar, heel makkelijk en heel rustig en gestaffeld terug over de Dnieper. Daar verras je ze niet mee. Dus we denken meer dat dit een soort misleiding is. Wat ze echt willen gaan doen, en dat is het omsingelen van die Oekraïnse troepen. En dat doe je eigenlijk door een soort tankbeweging met een tank van het noorden en een tank vanuit het zuiden. Dit is een tank vanuit het noorden. Van Izum zien we heel veel bewegingen van de Russen: logistieke bewegingen, opbouw van voorraden, tanks die naar voren rijden. Als je vandaan naar Dnipro kunt komen, heb je het noordelijke deel van de tang heb je zeg maar in eigen handen. En van het zuiden, vanuit Melitopol, zien we eigenlijk precies hetzelfde gebeuren. Verkenningen, veel tanks, opbouw van voorraden. En dan gaan ze richting Zaporizhia. En als die twee pijlen elkaar tegenkomen, dan heb je eigenlijk alles wat hier van het Oekraïnse leger opereert, heb je eigenlijk uh, omsingeld. Het interessante is, de Oekraïners weten dit natuurlijk en die zijn er allemaal op voorbereid. Ja. Mart, wat jij zegt, wordt dat bevestigd door de beweging van uh, troepen op satellietbeelden? Ja, je kunt heel duidelijk zien op de opbouw van met name hun logistiek, hun hoofdkwartieren, hun zware middelen, hun tanks en de panzervoertuigen. Die zie je samentrekken in die gebieden Noord en Zuid.